Ik ben Floyd. Olé! Ik ben Erik. En dit is podcast De Luiten. Jullie zijn het helemaal. Henk Vos. Van Loenhout schuift hem binnen en daar is de 2-0. En onze harten diep. Penalty, Gerry Voets. Jullie zijn het helemaal. En het is raar. Oranje jongens uit Roosendaal. De club van wel en wee. Is de sensatie die ze weerga niet kent. Doet ook dit jaar weer mee. RBC blijft behouden voor het betaalde voetbal. Een heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van podcast De Luiten. Erik, wij zitten buiten. Ja, we zitten zeker buiten. Heerlijk. En op wat voor plek? We zitten op de Bloemenmarkt in Roosendaal, vroeger de Varkensmarkt. En we zitten bij Hotel Tongelo. Op het terrasje. Op het terras. En we hebben net een glaasje prik besteld en dat is zojuist uitgeserveerd. Ja. Ja, we zitten een beetje te kijken hoe het Roosendaalse leven aan ons voorbij trekt. Inderdaad, we hebben een aflevering die bij elkaar geraapt is. Met veel liefde en plezier. Ja. De shirtjes aflevering. We knippen er meer in tweeën. Ja. Maar het is wel zo dat we alles wat we verzameld hebben in de laatste weken, ik denk zelfs maanden, dat we dat een beetje achter elkaar zetten. Hè? Ja, klopt. Ja, we hebben een aantal mensen gesproken. We gaan zo meteen met Corné. Gaan we een interview met Corné laten horen. Jij bent bij mij thuis geweest. En we zijn bij een aantal andere luisteraars geweest. En jij bent ook vooral veel op pad geweest. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb een halve tank benzine leeggereden voor jullie. Van op naar her en weer terug. Daar komen we zo meteen op. Dus dat gaan we zo meteen even allemaal laten horen. Zeg laten maar. Horen. En dat wordt vakkundig aan elkaar gepraat door Floyd Ane. Nou, we gaan het de revue laten passeren. Hetzelfde als wat hier allemaal voorbij komt. Hè? Ja, dat is ook af en toe mooi. Passeert een hoop de revue hier, Floyd. En dat voor Roosendaal. Ga je nog op vakantie? Ik ga nog een paar dagen naar de Ardennen. Denk ik, dat is bijna wel zeker. En wat ik sowieso ga doen is een hele maand niks. Ik heb heel de maand september vrij. Meen je niet? Ja. Dus ik ga dus allemaal leuke dingen doen. Ik voel een hoop bonusafleveringen aankomen. Elke dag. Ja? Ja, zeker wel. Een dagelijkse update. Een dagelijkse update. Erik, jij nog op vakantie? Ja. Tijkelaantje, Benidorm. 2 weken. Ja. Lekker op de camping. Heerlijk. Neem mijn eigen kaas mee, hagelslag. Dat doet er goed. Ik heb wel het idee dat de mensen die moeten kijken, dat wil zeggen de mooie vrouwen, die kijken niet. En alle mensen die niet moeten kijken, die kijken wel. Want die denken, wat zitten ze dan met die microfoons te doen? Ja, die denken, wat zijn dat voor imbecielen? Dat hebben wij dan weer, hè? En dat denken die vrouwen die niet kijken ook natuurlijk. Ja, daarom kijken ze niet. Ja, precies. Goed. Nee, jongen. We hebben wel eens beter in de markt gelegen. Ja, hè? En we zitten op een markt. Dus het is allemaal weer paradoxaal. Van heb ik jou daar? Weet je wat we aan Jos Hopstaken moeten vragen? Jos Opstaken, nee. Waarom? Het is met dubbel S, hè, Jos? Jos de Bos. Waarom dat het nu de Bloemenmarkt heet, maar vroeger de Varkensmarkt heet? Ja, dat zou een goeie zijn. Ben ik wel benieuwd naar. Kunnen we doen. Want waarschijnlijk werden er dan varkentjes verhandeld. Ja, maar niet voor een bosbloemen, denk ik. Nee, voor florijnen. Florijnen. Weet je wel, en dan, het is hoe het ging. Zo is dat hoe het allemaal ging. Hey, we gaan naar de eerste man met de shirtjes. We hebben twee afleveringen over hetzelfde, de shirtjes. Oranje hemden. En twee hoofdrolspelers en daaromheen allerlei potpourri, foxpopperij. maar laten we beginnen met de hoofdschuldige. De man op wiens terras wij zitten. Ja. Die eigenlijk een hele schatkamer heeft hierboven in een van die hotelkamers aan RBC-shirtjes. Klopt. Ik denk dat je zijn collectie het beste kunt meten in kilo's. In plek van een aantal shirts. Hij heeft er gigantisch veel. En ook wel echte pronkstukken. Dus we hebben er een leuk gesprek over gehad. Corné natuurlijk een echte RBC'er. Jarenlang vrijwilliger. En ondernemer. Hè. Dit mooie hotel is van hem en zijn familie. Dus een interessante jongen. Een interessante man. En laten we gaan luisteren naar het interview wat we met hem hebben gehad. Het is een tijdje geleden het interview. Toen zaten we binnen. Nu zitten we buiten. Maar hier is Corné. Ja, ongeveer de hemel op aarde, Erik. Ja, dit is niet normaal. Ik wilde eerst zeggen, ik voel mijn kind in een snoepwinkel, maar het is gewoon een hele snoepfabriek. Een hele loods vol met snoep, ergens op de Borgwerf. Een hele snoepfabriek hier zo in Hotel Tongelo. Stadshotel, midden in Roosendaal, neffen de Sint-Jan. Ik bedoel, mooier kun je het niet krijgen. Corné is hier de bedrijfsleider. Dit is ook zijn hotel, samen met zijn familie. Stapels met shirtjes van RBC, Corné. Wij zijn met z'n tweeën, jij bent in jouw eentje. We kunnen ze allemaal meenemen en jou hier opsluiten in het hotel, maar dat gaan we niet doen. Maar jij bent een echte verzamelaar van RBC-shirts, hè? Ja, ik denk het wel.
Ik heb in de loop der jaren wat shirts verzameld. En ik ben iedere dag eigenlijk wel op zoek naar nieuwe aanwinsten. Niet dat ik een dagtaak aan heb, maar wel. Als ik wat tegenkom, dan word ik enthousiast. En dan denk ik, die wil ik hebben. We hebben hier in jouw hotel, in de lobby van Hotel Tongerlo, hebben we het even uitgestald. Het zijn sporttassen vol met allerlei shirts. Blauw, oranje, wit, broekjes. Alles ligt door elkaar. Het is van alle jaren. Ja, het is een beetje oud meets nieuw, hè, hier zo, Erik. Ik bedoel, de oude shirtjes, de nieuwe shirtjes, het nieuwe RBC, het oude RBC. Ja. Maar allemaal even mooi. Ja, zeker. En zo'n collectie vertelt eigenlijk ook gewoon een deel van de geschiedenis van de club, hè? Dus dan, wij hadden net een shirtje vast van Yartazi. Met die vraagtekens erop. Nou, dat was het keepershirt van, ik denk, Melvin Koetsier in het laatste jaar. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een shirt vast gehad van Isover. Dat is volgens mij van Tininho geweest, dat Corné vertelde. Eredivisie tijd, weer een hele andere periode. We zien het shirt van het eerste jaar Eredivisie met handtekening erop. Dus eigenlijk vertelt, kun je aan de hand van deze collectie t-shirts, deze omvangrijke collectie, kun je een heel groot deel van de recente geschiedenis van de club wel reconstrueren. Ja, en zo'n shirt van Isover, waar Erik dan eventjes over praat, dat is diep oranje. Want de kleur oranje die verschilt ook per shirt, per jaar, per seizoen. Dit is een diep oranje kleur, een blauwe kraag met een blauwe bies. Ja, het is echt eentje die ook volgens mij meedeed met dat verhaal van de Eredivisie. Hè? Shirts Challenge, ik weet niet hoe hoog dat die is geëindigd. Maar ik vind deze wel heel erg mooi. Trepo is de kledingsponsor. En het is een RBC-shirt, moet je kijken. Erik, wat een mooi, subtiel, blauwe lijntje aan de zijkant van het shirt. Het is toch gewoon geel eigenlijk, hè? Ja, fantastisch. Ja, en dat blauwe streep, dat tailleert hem ook een beetje. Ja. Waardoor dat hij wat strakker lijkt te zitten. En rug nummer 6. Jij zei Tininho. Nou, super gaaf. En wat eigenlijk wel interessant is, hè, want ik weet bijvoorbeeld dat Ajax, en waarschijnlijk PSV en Feyenoord en andere clubs dat ook, die hebben die kleur rood, bijvoorbeeld in het geval van Ajax, die zij gebruiken, hebben zij vastgelegd. Dat is altijd precies dezelfde kleur rood. Iedere kleur heeft een bepaalde code. En je kunt wel duidelijk zien dat RBC dat niet heeft gedaan. Want nee. Wat jij al zegt, je hebt heel fel oranje. Je hebt pastel. Het eerste jaar Eredivisie was meer een pasteltint. Fel oranje had je het jaar daarvoor. Hè, het jaar dat we voor het eerst promoveerden. Je hebt ook, ja, soms schuurt het wat meer tegen het rood aan. Fluoriserend is dit. Het doet gewoon bijna pijn aan je ogen, deze kleur oranje. Ja, dat seizoen deed ook pijn aan ons ogen. Want dat was het jaar dat we degradeerden met 9 punten. Inderdaad, dus, ja, de hele rijke collectie. En ook leuk, al die shirtsponsoren. Wat hebben we allemaal liggen, joh? Isover, Actiesport, Velascon, Keukenmax. De Keukenmax hier van Piers Ikedia staat een handtekening op ook. Ja. Dat is weer een beetje het oranje van oranje, hè? Van het Nederlands elftal. Het echte oranje. Ja, klopt. En je hebt die van Sacco. Dat is denk ik van een jaar of 2, 3 geleden. Die is weer wat matter. En we hebben shirtjes van Yartazi, zien we nog. En je ziet ook een beetje, als ik me aan een filosofische beschouwing mag verstouten, je ziet ook een beetje de opgang en de teruggang van de BVO terug in die shirts. Als je kijkt, jaren 90, of half jaren 90, had je Umbro. Nou, dat was al wel een serieus merk. Wel veel template. Onder andere een shirt waar Corné zo meteen wat meer over gaat zeggen. Dan ga je richting Eredivisie. Echt een heel stevig shirt. Ook de sponsor, even Kanselij, landelijk bedrijf. Maar je ziet ook dat naarmate het faillissement nadert, krijg je Hummel als je sponsor in plek van Umbro. Dat is weer net wat minder, weet je wel. En daarna krijg je Yartazi. Wat volgens mij, ik weet niet, volgens mij ligt dat bij de Zeeman. Maar ik heb het voor de rest ik heb er nog nooit van gehoord. In België heb je heel veel clubs die dat nog hebben. Althans, dat zie ik wel eens op de... Oh ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Belgische kledingmerk. Dus dat zie je er ook een beetje in terug, maar... Ja, want jij maakt net een mooie vergelijking met Lance Armstrong, Floyd. Ja, inderdaad. Lance Armstrong die heeft een hele mooie, iconische foto dat hij op een bank ligt. En die is daags na de uitkomsten van het feit dat hij dat allemaal bij elkaar gefietst heeft onder valse voorwenselen. Maar het maakt voor mij persoonlijk de man niet veel minder groot. Maar dan ligt hij op een bank en dan heeft hij zijn 7 toeroverwinningen, zijn gele truien ingelijst. En dan heeft hij echt zoiets van, oh, ik geel eventjes, praten jullie maar lekker over mij. Ik heb 7 keer de Tour gewonnen. En dat zie ik jou ook doen, Corné. Ik doe op Marktplaats en in het RBC-wereldje is het allemaal weer een beetje opgestookt. De handel in memorabilia, zal ik maar bijna zeggen. De shirtjes, de ditjes, de datjes, de sjaaltjes. Maar jij hebt het allemaal. Jij kan hier gewoon in Hotel Tongerlo, kan je gewoon lang uit op de bank gaan liggen. En iedereen die voorbij komt, die denkt, die man is geslaagd in het leven. Ja, en zelf zou ik dat ook graag willen. Maar ja, mijn vriendin die denkt er soms wat anders over. Kan er voorbij gaan liggen? Ja, maar die zegt vaak van, joh, mooi, breng het maar weer snel terug naar de opslag. En
Ja, die hoefden ze niet dagelijks hoefden ze te zien. Maar, ja, maar dat was wel grappig, want wij stonden ons net te verlekkeren aan deze collectie. Het zijn echt, ik denk dat hier 40 shirts liggen. En toen zei Corné, ja, de rest ligt in de opslag, hoor, jongens. Dus dat komt een andere keer. Ja, nee, het is ongelooflijk. En wij noemen nou al die kledingsponsoren en die merken en zo. We worden door niks gesponsord. Ook niet door Hotel Tongelo, ook niet door Isover, de Keukenmarkt, noem het maar op. Wil ik toch wel eventjes duidelijk maken. We zijn een onafhankelijk platform voor de RBC passie en plezier die wij uitstralen. Online medium, hè? Stond in de krant, hè? Ja, precies. Ja, precies. We gaan ook met lege handen hier weer weg. Maar niet nou, met, niet helemaal, hè? Nee, maar we gaan wel met een vol met hoofd en oranje hart weer terug. Jij hebt ook drie de mooiste. Ik bedoel, Erik en ik staan hier bij shirts. Die vinden we allemaal mooi. We zijn helemaal hot op de boter van die shirts. Maar jij hebt nog eventjes ook de mogelijkheid om de drie mooiste eruit te vissen. Zullen we dat rijtje gewoon even afgaan, Corné? Ja, lijkt me goed. Nummer drie. Nummer drie, dan beginnen we. Het is ook toevallig, ligt het op volgorde van jaartal. Nummer drie is een uitshirt van John van Loenhout. Toch ook wel, ja, heeft ons gewoon naar de Eredivisie geschoten uit bij Excelsior. Shirtje uit het jaar 98. Ja, het is een uitshirt. Wit shirt met actiesport op de voorkant. Echter nog opgedrukt. Het heeft alle charmes. Het is een wit shirt inderdaad, een uitshirt. Staat skidoom achterop. Het heeft een blauwe kraag met wit-blauwe streepjes erop. Het is best wel met finesse. Umbro, blauw, mooi voor op de voorkant. En het actiesport logo is wel uitgesneden. Het is wel een plakkaat, maar niet zo'n vierkant plakkaat wat op die andere shirts stond. Die thuisshirts, dat ik meen. Fel wit, het is een beetje het Real Madrid van Rosenaal, hè? Zo te zien, dit shirt. Ja, het enige wat ontbreekt is wel het logo. Dat is dan wel jammer. Sommige jaartallen hebben ze gewoon zonder logo gespeeld. Dit was nog het oude logo, dus dat had helemaal mooi geweest. Maar ja, nee, goed. Jammer dat het ontbreekt, maar het doet niks aan de zeldzaamheid van het shirt. Dus. Want voor jou zit die zeldzaamheid erin dat het van John van Loenhout is geweest? Of dat het een wit uitshirt is uit een bepaalde periode waar weinig shirts van zijn? Beide. John van Loenhout is natuurlijk voor ons heel belangrijk geweest. Maar dit shirt, uitshirts kwamen vaak niet in de fanshop. Matchworn is toch al moeilijk te verkrijgen. Dus heeft wat extra betekenis voor mij. Dus ja, daar ben ik altijd wel naar op zoek. Naar speciale shirts die eigenlijk niemand heeft. En Erik, ik ga toch even... Nee, wacht even, want bij elke shirt ga ik even de toevoeging doen. Wat heb je hier voor over? Nou, hier heb ik wel een... Kijk, ik heb twee nieren. Ja. Dus als mocht je een nier nodig hebben, dan neem ik die andere drie shirts mee. Corné, dan zijn we eruit. Nee, dat is een fantastisch shirt. En ja. dit shirt is ook een beetje de periode waar wij altijd over romantiseren. Ja. Dit shirt werd ook gedragen tijdens mijn eerste uitwedstrijd. Toen toevallig John van Loenhout ook scoorde. We hebben het daar met Ruud Keijzer over gehad. Dat was die uitwedstrijd in de Alkmaarder Hout tegen AZ. Dat werd helaas 2-1. Maar toen scoorde die wel die fantastische schuiver waar we het met Ruud Keijzer over hadden. Ja, het is fantastisch hemd en op de mouwtje staat nog Artifex. En het is echt, je ziet ook aan het shirt dat het jaren 90 is. Dat vind ik, het is gewoon een heel gaaf shirt. Corné, jij zei het is niet in de fanshop geweest. Dat klopt, het is een zeldzaam ding. Hij is matchworn, helemaal zeldzaam. Hoe kom jij er dan precies aan? Nou, deze heb ik via Marktplaats verkregen. Ik kwam in contact met een meneer uit Venlo. Die was op zoek naar shirts van oud-RBC's die op dat moment bij Venlo speelden. Daar had ik niet heel veel shirts van. Seuntjes die speelde op dat moment. Maar ik had een shirt van Martijn van Galen en daar was hij in geïnteresseerd. En toen zei hij, nou, ik heb toevallig nog een, want hij zag dat ik uit Roosendaal kwam, ik heb nog een shirt van RBC. Dus ik wist niet wat ik ging krijgen. En toen kwam ineens dit shirt met de post. Dat is heel plezierig een pakketje openmaken, denk ik. Ja, nee, dat was een mooi pakketje. Ik kon ook niet geloven wat erin zat. Dat is een beetje hetzelfde als Winston Gerstanovic langskomt. En dat je vooraf niet weet hoeveel er in die envelop zit. En dat je in één keer de hoofdprijs eruit trekt. Ja, en een vreugdedansje binnen gedaan. En mijn vriendin die zei, ja, lelijk shirt. Ik zei, lelijk? Nee, ja, dit is het shirt. Dit is prachtig. Ja. Dit is... Ja. Het ziet er een beetje geleefd uit wel, maar dat heeft ook zijn charme. En nee, geweldig shirt. Prachtig shirt. We gaan snel door naar nummer twee. Ja, nummer twee is het uitshirt van het promotiejaar. Voor ook een hele mooie betekenis gewoon vanwege het feit dat we dat jaar gepromoveerd zijn.
zeldzaam. Het heeft stiksels extra aan de kraag van matching pool. Het heeft alles. Het Velascon op de borst. Het mooie logo staat weer terug op de borst. De achterkant. Ja. Nummer 4 staat er. Ja, nummer 4. Bijzonder shirt, ook vanwege de betekenis, het promoveren. Ook heel zeldzaam. Ik kom het bijna nooit tegen. Nee. Dus ook heel blij mee met dit shirt. Ja, het heeft een shirt met lange mouwen, is het. Het is ook prachtig, omdat Umbro is de kledingsponsor en die heeft het logootje en uitgeschreven de naam. Het is wat dat betreft vrij uniek. Het heeft ook een ritje. Ik ga even kijken of dat lukt. Een prachtig. Niet kapot maken. Nee, niet kapot maken. Nee, lukt dat? Doe jij maar, Corné. Even het ritje laten horen. Gaat dat? Oh ja. Ja, dat was hem. Ja, dat was hem. Nee, er zit een ritje in bij de kraag. Het is een wit kraagje met rood-wit-blauw. Het lijkt eigenlijk wel het Nederlands vlaggetje. En dan een prachtige mooie rode bies met een V-hals en een ritje. Het is eigenlijk een heel anti-RBC shirt. Althans, in de lijn van hoe zo'n shirt eruit ziet. Ja, en het heeft ook echt... alles is groot. De logos zijn groot op de mouwen ook. Het is echt Umbro. Je kunt zien dat het Umbro is. Ik ben goed bevriend met Erwin van der Woerd. Op dat moment speler ook van het eerste elftal. En die vertelde ook de anekdote dat ze als spelersgroep niet graag in dit shirt wilde spelen. Omdat het niet lekker zat. Het was zwaar. Het was dik. Het was geen fijn wedstrijdshirt. Dat maakt het misschien ook nog meer bijzonder dat ze daar weinig in gespeeld hebben. Ja. Voor de spelers was het schijnbaar geen fijn shirt. Nee, maar voor de fans wel. Erik, je bent al een nier kwijt. Kost dit je een long? Ja, of die andere nier mag ook. Of een been. nee, dit is echt... Corné stuurde mij hiervan een foto via WhatsApp. Nou, ik hing thuis bijna aan het plafond. Dit is echt een prachtig shirt. En je kunt eigenlijk al zien dat die wedstrijd gedragen is zonder dat je het weet. En zonder dat je de achterkant ziet aan die stiksels van Matching Pool. Daar werd op een gegeven moment in dat seizoen mee gespeeld. Maar de shirts die in de merchandising zijn geweest, de thuisshirts moet ik zeggen, daar zat dat niet op. Überhaupt zijn deze shirts niet in de merchandising geweest. Dit is echt een fantastisch hemd ook. En ik vind de kleur blauw ook mooi. Contrasteert mooi met het oranje wat in het logo zit. Aan de achterkant heb je dan de sponsoring El Banton, wat op een gegeven moment tijdens dat seizoen ook op de rug kwam te staan. Daar stond eerst Voetbal Online. En rugnummer 4 is ook gewoon een mooi rugnummer. Weet je wel, dus dit is echt een fantastisch hemd. En het feit dat dit shirt een aantal keer gedragen is, met wat Corné erbij zegt, dat het dus niet de voorkeur van de spelers had. Maar dat het een aantal keer is gedragen in het jaar dat we promoveerden, maakt dat dit wel een absoluut pronkstuk is. Ja, voor mij ook nummer 1, als ik heel eerlijk ben, als ik alle shirts zo zie. Ik bedoel, het heeft ook heel veel emotionele waarde voor mij. Maar ik vind het ook gewoon een mooi shirt, dat ritje, het is helemaal af. Maar het is nummer 2. Nummer 1, Corné, wil je hem nog inleiden of wil je gewoon gelijk ter zaken? Nou, het is nummer 1 geworden, gewoon op basis van de chronologische jaartallen. Het is ook een uitshirt, toevallig 3 uitshirts, gewoon vanwege de uniekheid van de shirts. Helaas zonder logo. Het is een jaar 2003, rug nummer 19, ook een nummer waarvan je denkt van nou, dat is niet speciaal, maar toch wel, het was onze spits op dat moment, Sammy Youssouf. Het is ook een vrij groot shirt, ik denk 2 keer XL. En helaas zonder logo is er toch weer een jaar geweest waarbij ze niet met het logo speelden. Isover op de borst, een V-hals, trepo. Het is weer anders blauw dan dat shirt van de promotie. Hè? Dus het is anders blauw, moet ik het maar even voorstellen. Dit heeft een weer wat diepere blauwe, kobaltblauwe kleur. Een beetje glans ook. En dat shirt wat dan van de promotie is, heeft meer een beetje de zeekleur. En dit is echt diep blauw, kobalt, met een beetje glans. Groot plakkaat weer. Isover, ik bedoel, RBC staat bekend om de sponsoren lekker dik op het shirt te drukken. Een witte bies, een blauwe kraag met een wit randje, een V-halsje. Trepo is de kledingsponsor. Ja, dat werd steeds minder, als je het mij vraagt. Achterop staan AEG dektelefoons. Nou, die bestaan ook niet meer. De dektelefoons en dan DMK staat er nog onder. Nummer 19 inderdaad, dat vind ik dan wel weer mooi. Zo ouderwets, zoals Maradona nummer 10 op zijn shirt had van Argentinië in 86. Beetje met die dubbele belijning. Dit is een mooi shirt. Jij zegt een zeldzaam shirt, het is een uitshirt. Maar is deze nou echt zeldzaam? Als ik hiermee de deur uitloop nu, kom je dan achter me aan? Ja, dan kom ik wel achter je aan. Ja. We hebben nu maar dat is bij ieder shirt. Ik doe ze niet graag weg.
Ik vind ieder shirt is me even, nou niet even dierbaar, maar is me wel dierbaar. Ik heb hem verkregen via mijn zus. Mijn zus die heeft een tijdje schoongemaakt, toevallig bij Sammy Youssef en Piers Ikedia op de Pannenboeter. En als dank kreeg ze een shirt en van Ikedia en van Youssef. Dus ik heb van beide een shirtje nog weten te bemachtigen. Dus. Ja. Erik, wat vind jij van dit shirt? Hoe, in jouw beleving, is dit een mooi shirt? Ja, vind ik wel. Ten eerste, omdat dit uitshirt is net iets zeldzamer, heb ik het idee, dan het uitshirt met Keukenmax erop. Wat ook blauw was, wat er een beetje op leek, was ook van Trepo. Maar deze zag ik bijna nooit. Hij is wedstrijd gedragen, dus dat maakt hem sowieso bijzonder. En het feit dat hij van Sammy Youssef is geweest, vind ik ook bijzonder. Vond ik een hele aangename vent. Hele aardige gozer was dat. Ik kan er wel wat over vertellen. Ik werkte destijds bij Chagall. Hij was toen net aangetrokken van AB Kopenhagen. En toen stond hij daar en toen ging ik naar hem toe om hem welkom te heten. En ik zei, succes. En ik weet zeker dat je 10 of 12 doelpunten kunt maken dit jaar minimaal. En dit en dat. En toen hebben we altijd een beetje contact gehad. En op een gegeven moment was er een wedstrijd. Ik denk dat RBC Heerenveen was. Die speelden wij gelijk. Maar hij werd in die tijd altijd uitgefloten. En dat vond hij niet prettig, dat vrat een beetje aan hem. En op een gegeven moment ploft er een bal voor zijn neus in de 16. Eigenlijk ja, had hij die bal gewoon zelf moeten afwerken. Maar hij besloot om hem breed te leggen op Ikedia. En die was al voorbij de bal, waardoor die gigantische kans verloren ging en wij niet wonnen. En 's avonds sprak ik hem toen en toen zei hij van ja, iedereen die fluit wel, maar Ikedia riep wel en dan staat hij er niet en dit en dat. En toen zei ik tegen hem, wel een beetje met het zweet in mijn handen, van ja, dat is wel zo, Sammy, maar als jij een spits met zelfvertrouwen was geweest, had je de bal gewoon zelf genomen en door het net heen geschoten. En toen zei hij, my friend, at the end of the season, I want to give you my shirt. En toen zei ik tegen hem, ik heb je net kritiek gegeven. Hij zegt, ja, maar je bent er vanaf het begin bij de vormen geweest, kwam je naar me toe, je hebt me altijd gesteund, je bent eerlijk tegen me, aan het eind van het seizoen krijg jij mijn shirt. En dat was dat shirt met Keukenmax erop, met rug nummer 9, ook het uitshirt. Dus ik heb gewoon, Sammy Youssef is, het, ook al kun je, de ballen sprongen wel eens van zijn voet, dat weet ik, maar ik vond dat een hele bijzondere, intelligente, eerlijke vent. En ik vind het heel leuk voor Corné dat hij ook een shirt van hem heeft. En ik vind ook de manier waarop Corné daar weer aan is gekomen, dat geeft ook weer aan dat Sam Youssef gewoon een klasbak is. Ja. Corné, jij spaart ze, jij hebt er heel veel. Erik maakte net al de mooie opmerking van ja, de rest ligt in de opslag. Groot is die opslag? Hoe groot is die? Ja, en waar? Nou, die is vrij groot. Ook niet zo heel ver hier vandaan. Maar ik heb wel wat. Ja. Een hoop shirts. En hoe is dat nou voor jou om daar, je bent er al heel lang mee bezig, je blijft er ook mee bezig, het is voor jou echt een passie. Hoe gaat dat in een week tijd? Ik bedoel, jij zegt van elke dag check ik wel eventjes of zo, maar heb jij lijntjes lopen of is het marktplaats? Hoe beschrijf die wereld eens kort? Ja, die is niet zo heel uitgebreid. Ik heb niet heel veel lijntjes lopen. Ik kreeg gisteren een foto van Erik met twee shirts die hij dan bemachtigt. Ja, dan ben ik gewoon stinkend jaloers. Dat zijn ook prachtige shirts. Dat heb ik niet. Ik moet het echt via hebben. Ik heb natuurlijk in de loop der jaren met wat handelaren van voetbalshirts wel een rechtstreeks contact. Dus vaak voordat ze op marktplaats komen, sturen ze al een berichtje van joh, ik heb iets, zou het iets voor jou zijn? Dus dan ben ik eigenlijk marktplaats voor. En dat is gewoon in de loop der jaren zo gegroeid. En andersom ook. En ja, ik zeg al, ik doe bijna geen shirts weg. Ik ben op bijna iedere shirt wel verliefd. Dus ja. dat blijft zo. Dat vind ik wel het mooie, Erik. Want ik bedoel, wij maken hier een beetje een grap van. En de shirt zetten we ook op onze social media, zodat je ook kan kijken. Ik bedoel, we hebben het beschreven, maar het zien is toch wel het mooiste. Maar wat ik heel mooi vind, is dat bij jongens als Corné is het ook echt in goede handen. Hè? Want hij verkoopt niks. Het is voor hem heel veel waarde, emotionele waarde. Het is geen Wildlab die met die shirts overal naartoe nee. loopt. Dit is wel mooi, hè, jongens die echt gewoon het begrijpen. Vind ik wel. Ik ken eigenlijk maar één iemand bij wie die shirts beter op zijn plek zouden zijn. En dat ben ik zelf. Ja, dat is een goede afsluiter, Erik. De shirts die gaan weer terug de tas in, achter Slot en Grendel. Erik en ik die dalen weer een beetje uit de hemel neer in het gewone Roosendaals straatbeeld. Mag ik ze nog heel even aanraken? Je mag ze nog even aanraken. Ja, ja. En dan gaan wij dit onderwerp afronden, want tussen deze shirts staan is wel heel erg fijn.
Maar zometeen dan blijkt de realiteit wel weer erg tegen te vallen van het gewone Rozenaalse leven. Dus shirts gaan weer terug. Erik gaat ze nog even aanraken. En mooi dat we even bij Corné hebben kunnen kijken naar zijn verzameling. Ja, dat was Corné. Hartstikke mooi. Een waardevolle collectie. Ja, absoluut. En ook een waardevolle vrijwilliger voor de club. Sowieso. Echt een clubman. Mooi om te zien en super sympathiek event ook. Super sympathiek. We hebben ook een oproep gedaan, tijd geleden al, van als jij nou een super shirt hebt waar je iets over kwijt wil, stuur dat in. Dat hebben mensen gedaan en we gaan nu even luisteren naar twee van die mensen die hun shirt beschrijven, waarom zij zoveel van het shirt houden en waarom dat voor hun heel erg belangrijk is. Hey Floyd en Erik, hier Paul Hunold, Zevenbergen. Ik zou nog even mijn gevoelens over het vakantielijstshirt aan jullie meegeven. Zoals jullie weten gaan we al een tijdje mee en hadden wij als echte RBC'er nooit gedacht dat wij ooit eredivisie voetbal met ons eigen RBC zouden meemaken. Dus en jullie hebben de foto gezien van ons drie keer op de markt in Roosendaal. En dit shirt, het eerste shirt uit de eredivisie, roept bij mij persoonlijk de meeste gevoelens op. Omdat het eigenlijk nooit... Ik moet het nooit verwacht hadden, laat ik het zo zeggen. Dus ik zie jullie gauw bij RBC. Hallo. Mijn mooiste RBC shirt? Daarvoor ga ik terug naar het shirt van het seizoen 2006-2007. Om precies te zijn naar 11 augustus 2006. Op die dag speelde RBC zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Tegen tegenstander Topos. Op de rechte vleugel speelde een jonge Fransman met rug nummer 17. Een maat jonger dan ik. Zijn naam Eduard Duplan. Hij speelde die vrijdagavond een weergaloze wedstrijd met geweldige acties waar de liefde voor de bal van afdroop. In de 38e minuut scoorde hij zijn eerste en tevens RBC's eerste competitiedoelpunt van het seizoen. Via de paal plofte de bal erin. In de tweede helft scoort Duplan in de 58e minuut een tweede doelpunt. Vanaf dat moment ben ik fan van hem. Al snel liet ik een Franse vlag maken met zijn naam erop. Elke wedstrijd hing deze trouw rond de middenlijn, in de buurt van mijn eigen vakje ZF. Duplan groeit uit tot de revelatie van het seizoen. Hij maakt in totaal 6 doelpunten in de reguliere competitie en wint dan ook terecht de Wendel Fraser-bokaal voor meest waardevolle speler. Helaas bleven dat soort spelers nooit lang bij RBC. Dat gold ook voor Duplan. Na slechts 4 competitiewedstrijden in het seizoen 2007-2008, waarin hij nog 1 keer scoorde, vertrok hij naar Sparta Rotterdam. Ook daar bleef ik hem volgen. De Franse vlag hing regelmatig op het kasteel en ik maakte zelfs met medewerker van hem een fansite over hem. We kregen hierdoor goed contact en hebben dat nog steeds. Zijn liefde voor de bal, acties, fanatisme en gedrevenheid brachten mij en de Franse vlag meermaals naar de stadions van FC Utrecht en ADO Den Haag, waar hij zijn carrière voortzette. Het klinkt misschien cliché, maar hij is zo lekker gewoon gebleven. Via Duplan heb ik inmiddels een mooie collectie wedstrijdshirts van de clubs waar hij heeft gespeeld. Het pronkstuk ontbreekt echter nog tot de dag van vandaag in mijn verzameling. Dat ene shirt waarin hij zijn competitiedebuut maakte voor RBC. Dat oranje shirt met witte strepen op de mouwen. Mulux ICT's hoofdsponsor op de voorkant en het magische nummer 17 op de rug. Prachtig mooi om te zien dat mensen hun eigen ervaring bij het mooiste RBC-shirt kunnen beschrijven. Ja. En dat ook insturen. Hartelijk dank, want dat is leuk. We staan door jullie. Ja. En door jullie hebben wij dit. En daarom is het ook leuk om jullie te horen. Hè? Ja, en weet je wat grappig is? Paul Hunold heeft het over het Eredivisie-shirt. Ja. Wat zijn meest bijzondere shirt is. Terwijl ik weet dat hij, dat heeft hij tegen me verteld, hij heeft een shirt wat ik veel bijzonderder vind. En dat is het uitshirt. Behorende bij het Romein shirt. Oh ja. Dus dat Romein shirt is zeg maar met die verticale oranje banen die niet allemaal gelijk zijn. Nee. Hij heeft die in het groen. Dus zeg maar wit met groen. Nou, ja, je moet allemaal zijn eigendom natuurlijk respecteren, maar die zou ik graag hebben. Ja. Weet je, een absoluut pronkstuk. Maar toch heeft hij dan met dat Eredivisie shirt weer wat meer, omdat het gewoon de herinnering aan die onverwachte promotie is. En ja, dat heeft Mike weer met Duplan, waar hij heel erg fan van is en ook op persoonlijk vlak goed mee kan. Dus, We hebben het net allemaal gehoord. En dan gaan we naar jou, hè? Ja. Een avontuur, want ik bedoel, jij bent veel met shirts bezig.
En je hebt ook de moeite genomen om daar veel tijd in te investeren. En ik hulde daarvoor. Ik beschouw het van een afstandje en ik vind het heel mooi wat je doet. Maar het gaat niet altijd goed, hè? Nee, dat klopt. Ja, ik zal het heel kort. Een korte aankondiging. We gaan zo meteen luisteren naar zeg maar een verhaal waarin ik... Nee, ik ga anders beginnen. Een goede bekende van ons, René, die had ooit een aantal shirts te koop. Hij ging die shirts verkopen omdat hij op wereldreis wilde gaan en dat moest hij kunnen betalen. Hij bood die shirts aan mij aan. Ik heb gezegd, nou, ik wil er één of twee en de rest hoef ik niet. Daar heb ik altijd spijt van gehad als haar op mijn hoofd. Dat is inmiddels 4 jaar geleden. Kijk, en ik dacht ook, naar aanleiding van het gesprek waar we met Corné hadden. Ja, die shirts moeten gewoon terug in de RBC-familie. Want ik heb ze allemaal al. Maar het zijn shirts waar een Corné of een Nout bij het archief super blij mee zouden zijn. Dus ik ben een soort zoektocht begonnen naar die shirts. En daarvan heb ik een kort audioverslagje gemaakt. En daar kunnen we wel eventjes naar luisteren. Kijk, dames en heren. Een vriend van me, die had ooit een aantal fantastische RBC-shirts te koop. En die bood mij de kans die te kopen. En dat heb ik destijds niet gedaan, omdat ik een deel ervan al had. En een ander deel hoefde ik niet. En daar heb ik altijd spijt van gehad. Er zaten fantastische shirts tussen. Romein, actiesportwedstrijd gedragen. Vervloed, wedstrijd gedragen. Daar heb ik altijd spijt van gehad. Dat is inmiddels 4 jaar geleden. Ik heb via die vriend van me te horen gekregen wie die shirts van hem gekocht heeft. Dat bleek een verzamelaar te zijn uit Amersfoort. Een autohandelaar uit Amersfoort. En ik heb zijn naam. Dus ik ga zo meteen gewoon op de Bonnefoy naar Amersfoort rijden. En vragen of hij die shirts nog heeft. Hey Danny, als je zin hebt om mee te gaan. Dan kan dat, hè. Ik heb tussen 1 en 2 even een afspraak vanmiddag. Maar als je zin hebt om daarna even mee te gaan. Of misschien morgen of zo. Dan kunnen we dat ook samen doen. Ja, godverdomme. Nee, makker, geen probleem, jongen. Ga lekker vandaag. Het is mooi weer nog. Hè? Maak er een mooie trip van. Morgen kan ik helaas niet. Dan zit ik overdag ook op het werk. En in de avond ga ik ook nog naar een afspraak. Toevallig weer in het Limburgse. Dan moet ik het helaas overslaan, jongen. Maar geef niks. Maak er een mooie trip van. En succes, jongen. Afspraak in Limburg. Ja. Vlaai eten. Daarna stieren zeker, vriend. Hè? Anyway, ik zit in de auto nou. Ik ben best wel gespannen, hoor. Want, hoe heet het? Ah, een autohandelaar. Weet je wel. En dan tweedehands autohandelaar. Die dan ook verzamelaar is van shirts. En dan even op de Bonnefoy erheen rijden. Misschien dat hij wel pissig wordt. Hè? Misschien dat hij het wel helemaal niet leuk vindt. Dat die ene jongen, die RBC'er, dat hij mij zijn naam heeft gegeven. Dat kan, hè. Maar ik ben voorbereid. Ik heb wat relmateriaal bij. Shirtje van Engeland, shirtje van Botswana. Ik heb een drankje bij. De benzinetank zit vol. Ik heb een stapeltje flappen in mijn binnenzak. En het punt is, de meeste shirts die heb ik zelf al. Maar ik weet dat shirts zijn waar de RBC-familie ontzettend dankbaar voor zou zijn. Onder andere Corné, hè, die we ook in deze uitzending hebben. Die zou er onwijs blij mee zijn. Dus zoals Floyd en ik plegen te zeggen, alles voor de luisteraar. Dus ik ga eventjes het gaspedaal indrukken. En ik bel me later weer. Mannen, ik rijd nou op de Utrechtse Heuvelrug. Wat is dat hier, de A12 of zo? Nee, de A28. En het is prachtig hier, hè. Het is een ondergewaardeerd stukje Nederland, vind ik. Bomen, hè, het landschap glooit een beetje. Je ziet hardlopers. Ik zie gelukkig geen politieauto's rijden, want ik heb mijn telefoon in mijn handen terwijl ik aan het rijden ben. En nog een kwartier en dan ben ik er. De spanning bouwt zich op. Ik ga niet liegen. Ik vind het spannend. En ik heb zelfs het gesprek al een beetje geoefend in de auto. Bear with me. Duim voor me en ik meld me later. Nou, luidjes, het foute uur van Q Music kan af, want ik ben er. Ik sta hier inmiddels op een industrieterrein in Amersfoort. Op de parkeerplaats van de autohandelaar. Het is een keurig bedrijf wel. Het is niet zo'n oude meuk garage, maar gewoon keurig, weet je wel, autootjes, niks aan de hand. Wat zie ik allemaal staan? Ja, weet ik heb geen verstand van auto's, ik zie een wit en een zwart. Ja, daar hebben de luisteraars ook niks aan. En het is op een industrieterrein, het lijkt een beetje op de Borgwerf. En wat wel interessant is ook,
Hier vlakbij is ook een dierentuin, Danny. Dus voor jou als dierenvriend van de show is dat misschien wel leuk om een keertje heen te gaan. En dat kunnen we dan misschien wel doen met het volgende podcast De Luiten Personeelsfeest. En dan daarna gaan bowlen, want er is hier op het industrieterrein ook een bowling. Nou, luidjes, ik ga eventjes mijn moed bij elkaar rapen en naar binnen. En ja, op hoop van zegen. Voor het CBC! Nou, ik ga proberen het gesprek op te nemen. Dus ik heb nou mijn dictafoon aan. Ik doe mijn telefoon zo meteen. Ja, die probeer ik een beetje bij de hand te houden. Ik loop nu de auto uit. Hallo. Hi. Goedemorgen. Hi. Ik heb een beetje een vreemde vraag. Ik kom eigenlijk niet voor een auto. Bent u de heer J. Daatsla? Oké. Ik heb u wel eens een keertje ge-e-maild. Dat ging over een vriend van me die een aantal shirts aan een zekere J. Daatsla in Amersfoort heeft verkocht. Een verzamelaar van voetbalshirts. En dan vroeg ik me af of u dat was. Nee, want ik ben helemaal geen voetbalfan. Oké. Heeft u een idee wie dat zou kunnen zijn? Die heet J. van Daatsla. J. van Daatsla uit Amersfoort. En die had een auto... Hier gekocht. Nee, die had een auto... Dat was een autohandelaar uit Amersfoort. Als het goed is. Of het was een andere J. Daatsla. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik ken helemaal geen... Het zou Jan wezen dan, denk ik. Ja. Nee. Oké. Okay. Want mijn familie die komt van ouds handel uit Leusden. Oké. Okay. En van mijn ooms of zo. Nee, daar heette geen Jan. Nee. Ik zou het niet durven zeggen. Nee, want het punt was, dat waren hele... Ik had toen de kans om die shirts te kopen, maar ik had toen, ja... En toen heeft hij ze aan een verzamelaar gekocht, maar dat waren hele mooie shirts. Dus ik dacht, weet je wat, ik rij gewoon naar... Ja. Nee, ik kan je niet verder helpen. Ik zou... Want mijn broertje, die heet Ed van Daatsla, dus ook geen voetbalfan. Nee. Nou, geen probleem. Dan ga ik het op een andere manier proberen te... Ja, ik durf het echt niet te zeggen. Nee, geen probleem. U heeft wel een mooie zaak, trouwens. Moet ook. Ja, zeker weten. Ja, ja. Hey, heel erg bedankt, hè. Hoi. Nou, dames en heren. Het was hem niet. Ik ben gewoon via een lul naar Amersfoort gereden. Het was een... Ja, het is hem niet. Het is hem niet. Dus, ja. Vreemd. Het is een J. Daatselaar uit Amersfoort. En de info die ik had was dat het een autohandelaar was. Maar ja, er is één autohandelaar die J. Daatselaar in Amersfoort heet. Of, maar dat is hem niet. Dus ja, gaan we lekker terug naar huis. Mensen, het zit erop. Ik ben weer thuis. Onverrichter zaken. Halve tank benzine leeg gereden. Maar we moeten de moed nog niet opgeven. Ik heb de jongen, die kameraad waar ik het over had, die heeft het rekeningnummer van de persoon waar hij die shirts aan heeft gegeven. Dus we gaan nu aan de hand van dat rekeningnummer proberen alsnog die persoon te traceren. Het was een Daatselaar uit Amersfoort. Maar ja, het is kennelijk niet deze. Dus er zijn twee manieren om dat te doen. Het was een bedrijf. Het was een bedrijf. Dus wat ik hoop is dat rekeningnummer ergens op de website van dat bedrijf staat. Dus dat we er via Google dan achter kunnen komen welk bedrijf het was. Ja, of misschien via de Kamer van Koophandel of zo. Of derde optie trouwens ook nog, via de bank. Maar ja, dan zit je weer met privacywetgeving. Dus ja, we hebben nog wel wat leads, zal ik maar zeggen. We hebben de eerste slag verloren. Maar de oorlog die is nog niet beslist, jongens. Hou vol, RBC leeft! Mensen, er is goed nieuws. Er is goed nieuws. Het is dus... Kijk, we zaten wel warm. We zaten niet helemaal in de goede richting, maar wel grotendeels. Ik ben namelijk even
in mijn WhatsApp chatgeschiedenis helemaal teruggegaan tot september 2016. Toen ik dus met die kameraad van mij, die René heet, over die shirt zat te appen. En wat blijkt, die vent die kwam niet uit Amersfoort, maar uit Nijkerkerveen. Dus ik heb net zitten googlen op Daadselaar Nijkerkerveen. Toen vond ik een autohandelaar. En raad eens wat het adres van die autohandel is. Amersfoortseweg. Dus ik denk dat we nu wel echt warm zitten. Ik heb geen zin om weer de A28 af te rijden. Dus dat doe ik dan misschien morgen of zo. Maar we zijn zo op het spoor, jongens. En ik dacht al dat ik ze kon ruiken, hoor, toen ik in Amersfoort was. Ik denk het ruikt hier naar RBC-shirts. Yo, RBC leeft, NAC beeft. Kijk, mensen, bij Podcast De Luiter zijn we van doorpakken. Hè? Dus ik ben meteen naar die man zijn website gegaan. En een formulier ingevuld op zijn website met een verzoek tot contact. En het verzoek luidt: beste heer, ik hoop dat dit bericht u in goede gezondheid bereikt en dat u het niet erg vindt dat ik u dit bericht stuur. Ik heb uw naam van een vriend van me die u in 2016 een aantal RBC-shirts heeft verkocht. Als levenslang supporter had ik destijds die zeer bijzondere shirts ook willen kopen, maar ik had geen geld. Kleine leugen, best wel, maar goed. Inmiddels ben ik wat ouder en vroeg ik me af of u nog de beschikking heeft over deze shirts. Zo ja, zou ik dan langs kunnen komen bij uw bedrijf om erover te praten. Warme groet, Erik Konings. Dus ik probeer dat bericht te versturen, krijg ik een foutmelding. Dus dat is een extra hindernis. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga gewoon naar zijn website. Pak ik zijn adres van zijn website. Dat is Hubbel de Pub, ik geloof autobedrijf Daadselaar.nl. En dan doe ik gewoon info @. Dus dat heb ik nu gemaild. En ja, afwachten maar. Nou, het is inmiddels een dag of 3 geleden dat ik die Daadselaar heb gemaild. Ik heb nog niks gehoord. Het is nu vrijdag. Het weekend begint. En als ik van het weekend niks hoor, dan rijd ik er maandag gewoon heen. Nou, helaas jongens. Helaas. Ik krijg hier een mailtje. Goedemiddag Erik. Heb je berichtje ontvangen, maar ik verkoop de shirts niet. Hoop voor je dat je ze ergens anders kunt vinden. Met vriendelijke groet, Jasper. Jammer. Een zoektocht die weifelend begon. Een stroomversnelling kreeg. Die wordt hier toch abrupt beëindigd. Het zit erop. Hij heeft de shirts wel, maar hij wil ze niet verkopen. Dus ja, ik heb nog geantwoord van, kunnen we niet afspreken dat als je er vanaf wilt, dat je dan contact opneemt. Maar daar reageert de beste man niet op. Dus ik denk dat hij mij ook maar een beetje irritant vindt. Waar ik me overigens ook wel alles bij kan voorstellen. Maar voor nu is dit waar het eindigt, jongens. Helaas. Het voordeel is wel, ik hoef niet naar Nijkerkerveen te rijden. Ik bedoel, daar wil je ook liever niet dood gevonden worden nog. Dus maar goed, voor een paar mooie RBC-shirts had ik het graag gedaan. Maar het is wat het is. Voor het RBC! Ja, een doldwaas avontuur om het zomaar even te zeggen. De tweede aflevering gaan we verder met jou. Het gaat vaak over jou, maar jij bent ook een van de twee uiteraard. Ja. Maar deze shirtjesafdeling is ook jouw afdeling, want jij hebt ook heel veel shirtjes. Terwijl dat er weer iets passeert hier. Jij was even afgeleid. Ik ben vaak afgeleid. En je probeerde te verbergen voor de luisteraar, maar dat lukt, mij niet. Het is dat ik nou opneem, want anders was ik opgestaan. Goed, we gaan nog verder met jou in de aflevering 2 van de shirtjes. Dan heb je ook een bijdrage over jouw shirtjes. Ik ben bij jou op bezoek geweest in Utrecht. Tijd geleden alweer, maar toen hebben we ook jouw collectie even voorbij laten komen. En daar over gesproken. Juist. En dan ook nog wat meer verhalen van jou in de zoektocht naar de mooiste RBC-shirtjes in Nederland. En dat mag voor mij best wel een terugkerend item worden in onze podcast. Elke aflevering even. Erik, hoe staat het in de shirtjes business, weet je wel? Dat is gewoon hartstikke mooi om mee te maken. En ook waardevol, want ik bedoel, ik heb ze niet hangen. Ik ga die tijd er ook niet in steken. Maar het is wel leuk dat die shirtjes, ik als RBC, dat ik blij ben dat ze bij iemand zijn die het waardeert. Ja, joh. Want voor hetzelfde geld lezen ze bij iemand gewoon in een bak boven. Ja, joh. Dat moet er niet hebben. Nee joh, en dat is het ding. Kijk, ik heb die shirts al. Weet je wel, Vervloed thuis, Romein thuis. Maar ik weet dat er jongens zijn die ze niet hebben, die ze heel graag zouden willen hebben. Ja, precies. Ja, ik gun het die verzamelaar ook wel, maar laat hem lekker shirtjes van AZ verzamelen of zo. Die of dingen moeten allemaal in Roosendaal zijn, joh. Daar kijk, in Nijkerkerveen ook, wat is dat nou, man? Er zullen best mensen zijn die het mooi vinden, de rest van Nederland. Maar eigenlijk moet gewoon de basis van al die shirtjes moet in Roosendaal zijn. Ja, vind ik wel. Dus, Hey,
We gaan afsluiten en dan mag jij afsluiten en dan gaan we daarna weer door. Ja, nou, dat is, ja, bedankt. Dag en bedankt, zei David de Floyd en tot snel. Zij de van Roosendaal, dan zij de net als ik.